De bus- en boothouders verbonden aan het Nationaal Vervoersbedrijf hebben nog steeds niet ontvangen. Eerder heeft het directoraat Transport van het ministerie van Transport, Communicatie en Toerisme laten weten dat deze week de gelden gestort zouden worden. Deze bus- en boothouders zijn vandaag al 10 dagen in actie. Iwan Woon, ondervoorzitter van de Organisatie van Bus- en Boothouders in Suriname, OBS, zegt dat het nationaal vervoer geen prioriteit lijkt te zijn voor de regering. Hij meent dat de bus- en boothouders geen diensten kunnen verlenen aan de gemeenschap omdat ze geen geld hebben voor brandstof. Dat is gewoon geen geld. Juli is een moeilijke maand. Vakantiegeld wordt betaald, de verplichtingssysteem gisteren betaald. En zo heb je heel wat zaken die betaald moeten worden. En het valt mij op. Jammer dat ik het moet zeggen hoor. Mm-hmm. Je moet kijken, al die VHP-ministeries, daar is er wel geld. Blijven in actie wat we kunnen niet doen, we hebben geen geld om te denken. Er wordt met mensen iets gewerkt waarschijnlijk. De directeur van transport, Estria Noordzee, zegt dat alle stukken voor de betalingen in orde zijn gemaakt. Het enige wat volgens haar zou moeten geschieden, is de overmaking naar de banken. Ze weet echter niet wat het oponthoud veroorzaakt. De aanzien daarvan, de informatie die ik heb, is dat administratief alles in orde is en dat de bank moet overgaan tot betalen. Dus dat is de informatie waarover ik beschik. Dat was directeur Estra Noordzee van Transport over de betaling aan de bus- en boothouders, welke nog steeds niet is uitgevoerd. De transporteurs blijven daardoor nog in actie.